Ik heb tijdens het reizen ontdekt dat een aantal dingen echt onmisbaar is in je backpack en daar heb ik een top 5 van gemaakt. En het belangrijkste vind ik vochtige doekjes, wat vooral handig is om jezelf mee op te frissen tijdens het reizen, of wanneer je geen wc-papier hebt en wel diarree, of om een vieze hostelkamer wat schoner te kunnen maken. Nou, ten tweede kan ik niet zonder sneldrogende handdoeken, want deze kun je heel klein oprollen en nemen dus niet zoveel ruimte in beslag als een gewone handdoek. Ze drogen ook erg snel op en dat is natuurlijk weer ideaal als je 's ochtends gedoucht hebt en daarna alweer je tas in moet pakken om naar de volgende plaats te gaan. Nou, daarbij ben ik vrij snel wagenziek, dus ik mag absoluut mijn reispilletjes niet vergeten. En vooral op grote afstanden of als de wegen slecht en hobbelig zijn, is het verschrikkelijk om urenlang misselijk in de bus of auto te moeten zitten. Nou, en dan ten vierde oordopjes. Ik heb er eigenlijk een hekel aan, want bij mij blijven ze nooit zo goed zitten. Maar wanneer je in een drukke stad bent waar de hele nacht door getoeterd wordt, of wanneer de apen onder je raam staan te krijsen, dan ben je blij dat je ze bij je hebt. En als laatste, een paar wasknijpers. Want zo kun je tijdens het lopen een handdoek aan je backpack laten drogen en overal je kleding ophangen.